Beste kijkers, voortaan viert deelgemeente Feyenoord 23 april het internationale kinderfeest met financiële steun van de deelgemeente. De motie hierover is met overgrote meerderheid aangenomen. Internationale kinderdag op of rond 23 april. Ik ga ervan uit dat u het goed verdeeld heeft onderling. Zal ik u meneer Smet het woord geven? Voorzitter, collega raadsleden. Graag wil mijn fractie u in dit 2 minuten debat uitnodigen om kort stil te staan bij een grote groep Feyenoorders waar we wel vaak over praten in commissie- en deelraadsvergaderingen, maar die zelden zelf aan het woord zijn en hun stem kunnen laten horen op maatschappelijk en politiek vlak, namelijk kinderen en jongeren. Het kinderfeest van 23 april wordt voortaan gevierd door deelgemeente Feyenoord. De fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en Leefbaar Rotterdam dienden een motie in om 23 april, het van oorsprong Turkse kinderfeest en later erkend door UNESCO als internationaal kinderfeest, in te voeren voor deelgemeente Feyenoord. De motie is aangenomen. Meneer Smet, u heeft een motie ingediend voor de viering van internationaal kinderfeest. Waarom? En ik heb de internationale kinderfeestdag heb ik aangegrepen omdat ik denk dat een mooi moment is om dat met elkaar te vieren. Dat jongeren, kinderen met elkaar en met de deelraadsleden, maar ook met alle andere volwassenen hier in gesprek moeten gaan. Mijn fractie is van mening dat kinderen en jongeren in deze deelgemeente, en ze bestaan ik denk dat wij bijna voor de helft uit jongeren tot 25 jaar als inwoner hebben, dat zij hun geluid moeten kunnen laten horen. Voor de toekomst, voor nu, voor ons, maar zeker ook voor hun eigen kinderen en kleinkinderen. Op 23 april 1920 kwam voor het eerst het Turkse parlement bij elkaar. Het land was toen nog in oorlog. Ter ere van dat moment is 23 april later door Atatürk uitgeroepen als kinderfeest. Bent u niet bang, zeker nu met de discussie over een hele Turkse deelgemeente als de deelgemeente Feyenoord zou zijn, bent u niet bang dat dat dan door elkaar wordt gehaald? Nee. Hoezo niet? 23 april is inderdaad een belangrijke dag bij de Turkse gemeenschap. Ik heb me niet helemaal verdiept, maar ik weet dat het kinderfeest van oorsprong uit Turkije komt. Maar al in 1979, ik was 7 jaar oud, heeft UNESCO besloten dat het een internationale dag van het kinderfeest wordt. En ik weet dat heel veel landen deze dag ook gebruiken om kinderen bijvoorbeeld en jongeren de baas te laten zijn over hun deel van de stad of in het bestuur van de school of enzovoort. Nee, ik ben daar niet bang voor. Sterker, ik vind het alleen maar mooi. Naar onze mening kunnen en mogen we niet vergeten dat de immense groep kinderen en jongeren in onze deelgemeente de sleutels zijn naar een daadwerkelijke kwaliteitssprong op Zuid. Zonder hen is er echt geen toekomst voor welke kwaliteitsimpuls dan ook. En mijn fractie wenst, gelooft en hoopt dat dit ook door andere fracties wordt ondersteund en onderstreept. Meneer Verhagen, u was tegen de motie van meneer Smet. Waarom? Mevrouw, omdat ik vind dat als je iets voor jongeren wil doen, überhaupt als je iets wil organiseren, dan doe je dat gewoon als politieke partij en dan doe je dat op eigen kosten. Wat dat betreft kan ik u zeggen dat wij heel veel bijeenkomsten met bewoners organiseren van allerlei soort. En ik denk dat dat ook de plaats is. En niet hier een oproep doen om als deelraad dat te doen. De jongeren die krijgen een stem via de deelraad. En als wij het zouden vinden dat ze nog een betere stem moeten hebben, dan zouden wij echt wel wat zelf gaan organiseren. Maar voorlopig hebben we andere prioriteiten. Ik vind de reactie van de heer Verhagen erg jammer. En ik kan al aankondigen dat ik bij de volgende deelraadsvergadering ook een 2 minuten debat ga aanvragen. Want ik vind dat ook de ouderen recht hebben. Maar dus dat is bij deze alvast aangekondigd. En iemand maakt een grap over. Er wordt een motie ingediend, iets voor ouderen. Zou u daar ook tegen stemmen? Daar zou ik ook tegen stemmen, hoewel ik zelf oud ben. Want ook daar geldt weer. Is er een onderwerp voor een politieke partij, laten ze die zelf organiseren. En ik moet u heel erg zeggen dat mijn mede-collega partijen heel weinig verder organiseren. En dan vind ik dit een beetje goedkoop. Hoe ziet u dat ingevuld? Dat vind ik heel goed dat je dat vraagt, want dat weet ik eigenlijk niet. De raad heeft zichzelf een opdracht gegeven om in gesprek te gaan met jongeren. We hebben een jeugdraad in Feyenoord om zo'n dag of zo'n activiteit te organiseren. Dus nu weet ik het nog niet. Misschien dat ik over 2 weken al meer antwoord kan geven daarop. Hoop ik. Daarom willen wij graag de dag van het internationale kinderfeest op
23 april aangrijpen om activiteiten te organiseren waarin juist onze kinderen en jongeren een flinke vinger in de pap hebben en waarin op een constructieve en creatieve manier aan de orde komt hoe onze jeugd nog beter gehoord kan worden en zelf verantwoordelijkheid kan gaan nemen voor ook hun deelgemeente, gebiedsbestuur en stad. Your business cares for my baby.